Goedenavond, dames en heren. Welkom op deze hele bijzondere avond. Ja, ga er even bij staan. Dankjewel. Heel goed. Goedenavond, welkom. Wij zouden eigenlijk de openingsact doen, maar we dachten, we geven anderen een kans. Dus, ja, je hoeft alles zelf te doen. Hij wilde mij niet met rolstoelen al dragen. In elk geval, het was het Corpus Acrobatics, dames en heren. Wil ik nog even een applaus voor de choreografie heet Watergreen. En de dame die u daartussen zag, het is Renske Endel. Dat is een van onze allergrootste turnsters ooit geweest. En die is een paar jaar geleden gestopt met turnen en doet dit nu professioneel. En ik vind dat ze dat heel goed doet, of niet dan? Ja, hè? Ja, vind ik wel. Zo, voor Renske nog een apart applaus. Nou, het is een bijzondere avond, zoals ik het zei. Vunda Mujde, die is mijn lieftallige co-host. Ik mag met haar samen presenteren vandaag. En mijn naam is... Jürgen Reimann. Dankjewel. Ja. Ik heb altijd een keer door je aangekondigd willen worden. Jürgen Reimann. Ja, kijk zo. Ja, goed. Ja, kijk, zie. Heel goed. Ja, ik heb altijd al willen aankondigen, dus ja, prima. Precies. Moet je je kaartjes of lukt het zo? Het lukt nog zo. Ja, want iedereen verdient een kans. Ja, en ik dacht, weet je, hij is mijn assistent vanavond, dus hij heeft mijn kaartjes. En mijn bril, voor het geval ik het toch niet kan lezen, in zijn zak. Maar voorlopig red ik het nog even met mijn geheugen. Ja, dus dat komt helemaal goed, ja. Nou, in elk geval, dames en heren, waar we u iets over moeten vertellen. U heeft toen u binnenkwam een paspoort gekregen. En het is heel belangrijk dat u dat paspoort bij zich houdt. Ja, dat is het paspoort, of nee, dat is het veiligheidsboekje volgens mij. Wat u daar heeft. Maar het is ook een paspoort dat u kreeg met een pen. En dat paspoort moet u zo meteen invullen. En niet wegdoen of wegmoffelen of denken, als niemand ziet het, want we weten precies wie een paspoort gehad heeft. En het is heel belangrijk dat u dat nog even houdt bij u, zeker tot na de pauze. Want na de pauze kunt u dat paspoort wegdoen. En ja, u staat dat er ook NAW-gegevens gevraagd worden. Dat is Latijns voor naam, adres en weet ik veel. En dat doen we dus om ervoor te zorgen dat we een mooi bestand kunnen opbouwen voor mensen die een warm hart toedragen aan deze krachtjongeren. Die we vandaag een extra kans willen geven, extra push willen geven. En dan worden ze een soort friends for life. Ja, precies. Dat, zo kan je het zien. Ja, weet je, dan krijg je mijn e-mailadres ook nog erbij. Daarna, als je lang genoeg lid bent, weet je, dan mag je met Voendering naar Turkije. Het is echt... Of mag je hem een keer aankondigen? Ja, precies. Dus de voordelen die zijn ontelbaar. Dus niet wegdoen, niet wegmoffelen, maar nog even bewaren tot de pauze. Dat is heel belangrijk. Ja? Inderdaad. Vunda. Ja. Je had het net over een kans geven. Ja. Nou, heel wat mensen weten niet dat ik jou een kans heb gegeven. Ja, dat klopt. Vertel eens. Zeven jaar geleden heb ik een ongeluk gehad. Ja, maar daarvoor, hè? Daarvoor, sindsdien zit ik precies in een rolstoel. Maar daarvoor heb ik een award gekregen, in 2002 was dat al. Ja. En, voor de mijn Cosmic hele, Award. De Cosmic Award, voor mijn hele oeuvre, als actrice, enzovoorts, enzovoorts. En toen zei hij, hij presenteerde in de stad Schouwburg. En toen zei Jürgen tegen mij, Migudu, gefeliciteerd! Het is mijn schat, gefeliciteerd! Ik moet vertalen, die interpretatie. Nee, dat doe jij, dat doe jij. En toen zei ik, ik heb niks alleen aan felicitatie en een brasa, dat is een knuffel in het Surinaams, en migudu. Nee, ik wil dat jij me een kans geeft om me laten kennismaken met George Visser van Mojo of Mojo Theaterproducties. Ja, klopt. En dat deed hij. En toen had ze agent. En toen had ik een agent. En toen ging ze het land in en toen, nou, de rest is geschiedenis, toen ging het heel goed. Maar waar ik deze voor ben leren gaan bewonderen is... vorig jaar kwam Vunda bij me en die zei, Jürgen, ik ben met iets geweldigs bezig. Vunda heeft een paar jaar geleden een ongeluk gehad, is toen in die rolstoel terechtgekomen. Het is gebeurd in Turkije, een aanrijding. En vanaf toen kan Vunda niet meer lopen. Zo kan je het even plastisch zeggen. Ja, ik bedoel, je kan er allerlei mooie woorden voor zoeken, maar je kan gewoon niet meer lopen. Dat is het in principe. Mm-hmm. En toen zei ze, het is 150 jaar Turkse immigratie. 50. Ja. Oh, het zei pas 50 jaar. Ja, het lijkt zo lang. Ja, het lijkt zo lang daarom. Ik weet het, Nee, het was 150 jaar afschaffing slavernij. Daar, het is, sorry, beroepsdeformatie. In elk geval, het was 50 jaar Turkse immigratie. Ja. En Vunda zei, ik ga met een burkelbike, dat is zo'n handfiets, ga ik fietsen naar Istanbul vanuit Amsterdam. Ja. 4000 kilometer, dames en heren. En ik ben Surinamer. Dus ik heb zoiets, je hebt de auto. Waarom? Weet je? En een vliegtuig. En het vliegtuig, ook nog. Maar ze werd gesponsord door Corendon. In elk geval. Ze heeft het gedaan. Met gevaar voor eigen leven is in de modder blijven vastzitten. Heeft op snelwegen op de Berkelbij geweest. Met vrachtwagens die langs erheen racen. Met behulp van anderen heeft ze gedaan. Maar ze heeft het wel voor elkaar gekregen. Om 4000 kilometer ruim op de fiets af te leggen. Op zo'n handbike. Van Amsterdam naar Istanbul. En dan... was mijn inspiratie voor dit jaar. Dank je wel. Absoluut. Dank je wel. Absoluut. Ja. Dank je wel. En afgelopen zaterdag,
88 dagen heeft de handbike-reis geduurd. We zijn ook nog even naar de handbike-battle in Oostenrijk gegaan. Heb ik ook nog even meegepakt. En zaterdag jongsleden was ik terug. Hij heeft me uitgeleide gedaan op het Olympisch Stadion. En nu stond hij er weer. En ik dacht, maandag, de 8e september, Loek Burgers, de Sportbank en alle sponsoren. Dat mag jij straks allemaal noemen, ja, want het lijstje heb ik nu niet in mijn hoofd. Ik heb het ook niet. Deze avond dat is georganiseerd voor de krachtjongeren. Daar willen wij bij zijn. Dus? Ieder mens verdient een kans. Ik zeg, mijn motto, alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Alleen ga je sneller. Ja, want als ik nu ga rollen, kan jij mij niet bijhouden. Nee, dat geloof ik best. Dan ga ik zo helemaal in die gangen voorbij. Nee, schat, blijf maar. Ja, dan heb ik mijn papieren bijvoorbeeld niet. Dus en samen kom ik verder. Moet gaan. Dus samen komen we verder. En we gaan samen een fantastische avond hier tegemoet gaan, dames en heren. We gaan je laten zien wat het werk is. Dat ja, het is allemaal verricht. En misschien kunnen we daar het best mee beginnen door je filmpje laten zien. Zullen we het filmpje even doen? Ja? Jij komt er maar. Ga je even in rolmodus? Ja. Oké, goed zo. En ja, dat mag. Mag. Oké, maak je geen zorgen, we zijn hele goede vrienden. En nou, dacht ik moonwalk en dan rol jij naar achteren. Ja, is goed. En dan gaan zij naar het filmpje kijken wat ja, het is allemaal doet. Film! Ja, TIS staat voor Jongerenacademie Talent in Zich. En het is een initiatief wat opgepakt is door de Sportbank in samenwerking met Stichting MARA. Stichting MARA is een maatschappelijke activeringsorganisatie. Het staat in dat wij projecten opzetten voor de kwetsbare groepen met behulp van vrijwilligers. Dat is een academie waarbij wij jongeren verder brengen in hun leven, weer in beweging krijgen aan de hand van een talentenreis. Ik ben bij TIS terechtgekomen omdat ik via MARA vrijwilliger ben geworden en op een gegeven moment aangesproken door Hella. Wij bereiken de jongeren door middel van het rondrijden met de talentencamper. Ik ben samen met Luke en Jeremy in de talentencamper eigenlijk gewoon gaan reizen. Zijn we gewoon de camper pal voor de instantie gaan zetten. Die stond ineens voor de deur hier met zijn camper. Ik heb Luke gezegd van kom even kijken hier wat wij hier allemaal doen. Haagse Zaak, dat is een opvang voor dak- en thuislozen. De laatste jaar is dat eigenlijk een beetje een jongere groep geworden. En eigenlijk zo zijn we in aanraking gekomen met ja, het is. De meeste jongeren komen van onder andere het Leger des Heils vandaan, Kersenstichting, maar ook Panacea levert jongeren aan. We hebben nu vaak gebruik gemaakt van ja, het is omdat wij vooral zien dat de GGZ heel erg gericht is op stoornissen, handicaps, beperkingen. En nu wordt gewoon vanuit een hele andere kant worden jongeren benaderd. En vandaar dat wij heel vaak nu een beroep doen op ja, het is. En we beginnen heel bewust met die talentenscan, omdat je wel een beroepsopleiding kunt gaan volgen of op een werkplaats terecht kunt komen. Maar het is natuurlijk wel heel belangrijk of die baan bij je past. De talentenscan, dat zijn een aantal vragenlijsten die de jongeren in moeten vullen. Nou, die worden dan in een
rapport gegoten. En dat bespreek ik ook tijdens het eerste gesprek met de jongeren. Bij mijn talentenscan is naar voren gekomen dat ik het leuk vind om evenementen te organiseren. En van daaruit maken we een persoonlijk ontwikkelplan. En na die gesprekken neemt een vrijwilliger dat van ons over. En een vrijwilliger kan daar een hele mooie rol in spelen, die kan als jongeren bijstaan. En die helpt me door die dingen heen, zeg maar. Zoals met school en met stage en de praktische dingen. Mijn ontwikkelingsplan ziet er op dit moment eigenlijk gewoon goed uit. We zijn bezig met de eerste stap en dat is lekker meedraaien en ik hoop eigenlijk op meer. Toen is er aan mij gevraagd door Jatis of ik mee wou doen en meehelpen aan het benefietgala. En zodoende doe ik daaraan mee. Mijn begeleiding ziet er nu uit dat ik één keer in de twee weken heb een afspraak met Hella. En dan gaan we verder kijken hoe ik verder kan komen met dingen die ik leuk vind en kan investeren in mijn toekomst. Dit is mijn doel, dit wil ik bereiken. En niet altijd denken van dat het negatief is, altijd in het leven. Ja, Tis heeft een aantal resultaten geboekt. Een aantal jongeren hebben een baantje. Een aantal jongeren die zijn op dit moment snuffelstages aan het doen. En voor een aantal jongeren is het al een enorme stap voorwaarts door de verbetering van hun levensstijl. Ja, TIS onderscheidt zich van andere instanties doordat ze echt luisteren en ook echt iets doen met je verhaal. Je hebt echt het gevoel dat ze je begrijpen. Andere instanties die luisteren naar je en die geven toch hun eigen draai eraan. En ja, TIS doet dat niet. En een aantal van de jongeren die u heeft gezien in het filmpje, die zijn hier ook. En Jeremy, waar ben je? Ja, nou, ik zou het aankondigen. Wacht even. Dames en heren, Jeremy. Ja. Ik dacht eerst dat hij achter me aan. Hallo, dag. Ik ga even hier staan, dan kan ik je leven. Ja. Kijk, hij gaat mij assisteren en ik ga je de vraag stellen. Kom. Wanneer ben jij in aanraking gekomen met Jatis? Ik ben in aanraking gekomen met Jatis ongeveer een halfjaartje geleden. En hoe bevalt het? Hartstikke goed, ze zijn tevreden, ik ben tevreden, dus we mogen niet klagen. En hoe is die kennismaking tot stand gekomen? Hoe heb je ze ontmoet? Ik was op de kookclub bij Stichting Mara op de dinsdagavond. Toen werd ik aangesproken door Hella Vroegop. En die vroeg of ik gezellig mee wilde doen en toen heb ik ja gezegd. En wat was jouw talent? Ik ben goed met mensen, ik kan vrij redelijk vlot praten. En, ja. En ik ken al heel veel jongeren van de straat, dus daarom hebben ze mij gevraagd. Oh, ze kunnen je zelfs gebruiken om in contact te komen met de andere jongeren op straat. Klopt. Kijk eens. Ja. Jij is een soort ambassadeur bij je ook. Hè? Ik kan zeggen, je bent eigenlijk een van de ambassadeurs van Jatis. Kan ik dat zeggen? Ja, ik ben de ambassadeur. Ik heb er eigenlijk niet om gevraagd, maar ik heb toch ja gezegd. En ik vind het leuk om het te doen. Dus, ja. Nou, ik ben heel erg trots op wat je er doet. En ik zou zeggen, ga vooral door en blijf luisteren naar mensen. Dat hebben we heel veel nodig in deze maatschappij. Komt zeker goed. Een groot applaus. Jeremy, dank je wel. Ik ga direct door met een stuk iets heel bijzonders. Hij is eigenlijk ook collega cabaretier van ons, maar hij is heel fysiek en je moet dit gewoon zien. Ik kan er alles over uitleggen, maar je moet het gewoon zien, dames en heren. Hij is eigenlijk een hele grote baby. Maar waar stond jouw wieg eigenlijk? In Turkije? Of mijn wieg stond in Adana, Turkije. In Turkije? Ja. En jouw? Aan de Vondelstraat in Amsterdam. In Amsterdam? Ja. Ah, en dan krijg je gelijk een rollende R van. Natuurlijk, meisje. Ja. Dus ik had al kansen toen ik geboren werd. Ah, en hoe is dat Suriname verhaal? Nou, toen ging het fout, toen ben ik naar Suriname gegaan. Was ik maar hier gebleven. Maar het is alsnog goed gekomen. Het is goed staat gekomen. Hier. Ja, ik sta hier. En heb jij kansen gehad? Ik heb hele goede kansen gehad, ja. En dit heb ik onder andere gehad
van mensen in mijn omgeving op het moment dat het heel slecht met me ging. En een van de personen die me echt een kans heeft gegeven om door te gaan, is mijn vrouw met wie ik nu 27 jaar samen ben. En daar ben ik haar heel dankbaar voor. Niet dat slecht voor de Suriname, ik word eerder... Nee. En hij heeft geen buitenvrouwen, dat kan ik u echt verzekeren. Ja. Ik heb geprobeerd, maar toen kwam Ron, dus die hield het op. Ja. We gaan kijken naar Erik Koller, dames en heren. Kom schat, let's do that. Thank you. Erik Koller, dames en heren, geef hem nog applaus.
is toch wel leuk als je altijd kind kan blijven. Ja, hè? Ja, ja, heerlijk is ja. En daar nog je brood mee kan verdienen ook, wauw. En lekker pop en plas, spelletjes en dingetjes kan doen. Ja. Volwassen mensen nog aan het lachen krijgen ook. Maar die luier ook, het lijkt me ideaal om een keer gewoon zo'n luier te hebben als volwassen. Wij mannen weten wat ik bedoel, toch? Mannen, je kent die zondagen dat je thuis zit en je gewoon niets wil doen. Echt gewoon niets. Als je dan zo'n luier hebt en naar tv kan kijken of voetbal en dan... Dat je je bankje dus bank niet uit hoeft. Je bank gewoon niet uit. Het lijkt me ideaal, echt waar. Nou ja, als het zo absorberend is dat je er niks van voelt, dan denk ik dat je het nog verslaafd krijgt ook, ja. Mijn god. Dames en heren, zo'n organisatie kan natuurlijk niet zonder sponsors. En een van de belangrijkste sponsors is hier vandaag. En die wordt vertegenwoordigd, dat is het Scanfonds. En die wordt vertegenwoordigd door Henriette Hulsebos. Henriette, wil je even naar boven komen? En daar zit het. Applaus voor Henriette Hulsebos van het Scanfonds. Ja, je mag tuurlijk. Henriette, hoe is dit begonnen? Wij weten het al een beetje natuurlijk, maar we zouden het graag nog een keer willen horen. Nou, het is begonnen 2 jaar geleden. Scanfonds bestond toen 55 jaar. En aan het eind van de middag, we hadden een middag in Utrecht, toen stond ik nog even met Loek Burgers te praten. En Herman van Stichting Mare liep voorbij en zei, fijn weekend. En, hey Herman, ken jij Loek? Want jullie werken allebei in Den Haag. Nou, die kenden elkaar niet. En toen zei ik, Herman, jullie doen allebei eigenlijk een beetje dezelfde dingen. Of kunnen misschien elkaar aanvullen. Gaan eens een keer met elkaar praten. Nou, dat hebben ze gedaan. En daar is Jaatis uit voortgekomen. En het is toch fantastisch dat er dan zo'n mooie avond hier kan zijn. Daar ben ik ook wel heel trots op. En wat fantastisch is natuurlijk dat jij en op zo'n avond die twee aan elkaar koppelt. Ja. En vervolgens zo bijna hoofdsponsor bent geworden. Nou, dat is de eerste periode. Daar zijn fondsen vaak voor in de startperiode om dat mogelijk te maken. Maar in de gesprekken met Loek en met Herman hebben wij wel gezegd, van, ja, kijk ook naar andere financieringsbronnen. Want fondsen gaan niet in de exploitatie voor de eeuwigheid zitten. Nou ja, en dan is dat aan Loek, is dat natuurlijk wel, dat is hem wel toevertrouwd. Ja, ik zou net vragen, waarom kies je hun uit speciaal? Ik bedoel, die hebben ze gekoppeld, maar ik bedoel, je bent toch verantwoordelijk voor een vrij groot fonds. En die zeggen, nou, ik ken jullie, dus hier heb je een tonnetje. Nou, dat gaat niet zo, nee. Nee, zo werkt dat niet. Nee, zou ik je zeggen, ken je mij ook? Ook. Nou, wij gaan nog samen een keer verder praten over Suriname. Maar dan weet ik wel, een paar projecten in Turkije. Nee, dat is natuurlijk niet, helaas. Nee, nou, Loek heeft daar wel samen met Herman een heel goed plan bedacht. En daar hebben we ook nog wel wat kritische vragen bij gesteld. En als wij daarin geloven, en er zitten echt hele mooie elementen in waarvan we zeggen, nou, daar geloven wij in. Dan vragen we aan het bestuur van het Scanfonds, kunnen jullie daar ook in geloven en geven daar een bijdrage. En wat was het allermooiste waar jij meteen al in geloofde? Ja, dat Loek en Herman op een andere manier naar de jongeren kijken. Het is het luisterend oor, het is ook echt zeggen van, wij gaan met jullie samen gaan we aan de gang. En dat wat jij belangrijk vindt, daar geloven wij ook in. En we gaan zorgen dat het voor elkaar komt. En vooruitkijken, naar het talent kijken en niet achteruit en naar het probleem. Waar ben je goed in? Wat zijn je talenten? En niet terugkijken van hoe heeft het zo gekomen. Dat is op zich goed om er heel even bij stil te staan. Maar vooral in waar liggen je kansen en niet waar zitten de bedreigingen. Want dan kom je niet verder. Ja, precies. Ja. Nou, ik vind het fantastisch dat jullie dit doen. En hartelijk bedankt namens al die jongeren. Voor jullie bijdrage en ik zou zeggen, als er ergens nog een tonnetje is, doe er nog eentje in de pot. voor dit, hè? Voor dit, ja. Dat komt helemaal goed. Henriette, hartelijk bedankt. Bedankt, het Scanfonds. Dankjewel. Ik wil nog een van de jongeren naar voren vragen, want net hadden we Jeremy al, maar er is nog een jongen, die zag je ook in het filmpje net, en dat is Habib. Habib, geef een applaus aan Habib, dames en heren. Habib! Hoe is je vriend? Alles goed? Ja, mooi zo. Habib, ik moet even vragen stellen. Ja. Hoe ben jij bij dingen terecht, bij Jatties terechtgekomen? Via mijn jeugdformaatbegeleidster. Die heeft me daarheen gestuurd. Maar ze was niet echt zo veel op straat en kwam ze tegen. Dat was het niet, Nee. En waarom stuurde ze speciaal naar hun toe? Omdat ze dacht dat het misschien wat positiever voor mij zou zijn. Dat het een betere uitkomst in mijn leven zou zijn. Is het de eerste, zeg maar, stichting? Ja. De eerste hulpverleningsinstantie in je leven? De instantie waar je terecht bent gekomen? Nee, zeker niet. Sinds dat ik al heel klein ben, heb ik al met heel veel instanties te maken. Te veel misschien wel. En wat is het verschil? Hun luisteren echt naar me. Hun geven me echt het gevoel dat ze wat met mijn woorden doen. Anderen die proberen me toch een richting in te sturen waar ik niet volledig achter sta.
En toen ik jou vandaag bij de binnenkomst zag staan, ben ik meteen naar je toegekomen en we hebben meteen kennis gemaakt. En toen zei je, ik ben een beetje zenuwachtig. Ik zei, ja, ik ook altijd als je eventjes moet optreden. Ik vind dat je het geweldig doet, maar je was nog voor een reden zenuwachtig, want je gaat naar Istanbul zaterdag? Nee, niet naar Istanbul, ik ga naar Turkije zaterdag. Je gaat naar Turkije zaterdag? Ja, Frans. Turkije is groter dan Istanbul alleen hoor. Ik kom niet uit Istanbul. Even uitlachen. Maar je doet het uitstekend. Ik bedoel, je hebt je zenuwen heel aardig onder controle. Wat is je, ja, dat vind ik wel. Dat doe je heel goed. Nog één vraag en dan ga ik je laten gaan. Wat is jouw belangrijkste toekomstplan waarop je nu gefocust bent? Mijn belangrijkste toekomstplan? Iets gaan doen waarin ik gelukkig word. Want ja, ik heb nu al zoveel dingen gedaan die mislukt zijn. Dat ik echt gewoon met de hulp van andere mensen kan komen waar ik wil komen. En wat is jouw... Wat is je scan? Wat heeft je scan uitgewezen? Waar ben jij goed in? Waar ben ik goed in? Met mensen en mensen in te ene. Ik ben goed in praten. Hey, misschien worden we collega's. Tuurlijk. Oké. Okay. Dan ga je verder dan Turkije op vakantie, geloof me. Maar ik wens je hele fijne vakantie en te gek dat je het wil komen doen. Ik ben trots op je, brother. Thanks. Okay. Habib, dames en heren. Nou, we zijn vandaag met gewone mensen onder elkaar. Gewone mensen met heel veel geld ertussen. En die mensen gaan ook vragen om dadelijk het paspoort echt royaal in te vullen. Maar we gaan nu ook naar iets heel gewoons. Toch? Ja. We hebben iets heel gewoons voor u. Gewone man. Een gewone man. Duizendpoot. Een duizendpoot, maar leuk. Goed, maar toch heel gewoon. En heel gewoon. Heel gewoon. Hij is gewoon Herman van Veen. Dat je vader zijn rokershoest kon smoren 2 minuten op de 4e mei. Hier was het dat je 's nachts ogen, oren open hield omdat je bang was dat de oorlog terug zou komen. Ben je even weg geweest, eventjes niet opgelet, staat waar je konijnenhok. Hier is het geweest. Hier kon je de
het allerliefste met je moeder trouwen. En 1, 2, 3. Op een gegeven ogenblik ontdek je dat de vader met de borsten je moeder is. Mijn moeder was een kleine, mollige, ernstig, grappige vrouw. Zouden er in haar tijd Olympische Spelen geweest zijn voor stofzuigen, knopen aanzetten, breien en dubbeltjes omkeren, dan zou zij wellicht viervoudig Olympisch kampioen geweest zijn. Mijn kinderen noemden mijn moeder de grapjesoma. Op haar 80ste verjaardag vroeg ik haar: mama, wat denkt u? Wat komt er na de dood? En mijn moeder zei: lieverd, de rekeningen. Iemand zal de hond uitlaten. Iemand zal de planten water geven. Iemand zal de tuin sproeien en de gordijnen sluiten. Iemand zal de was ophangen. Iemand zal de sokken rollen. Iemand zal de stoepen dweilen. Iemand zal de vaat in de machine doen. De hemel zal gloren, de zee zal deinen, de wind zal draaien, de zon zal schijnen, de trein zal treinen, de auto's rijden, wolken overdrijven. Iemand zal gedichtjes schrijven. Iemand zal om God roepen, iemand zal om opsporing verzoeken, iemand zal excuses, bedankjes en facturen versturen. Om een beetje aandacht zal iemand van een dakgoot duiken, het spoor oplopen of sterven om de tijd te doden. De hemel zal gloren, de zee zal deinen, de wind zal draaien. De trein zal treinen, de auto's rijden, wolken overdrijven. Iemand zal gedichtjes schrijven. Iemand zal begrijpen dat wie overlijdt degene is die achterblijft. De hemel zal gloren, de zee zal deinen, de wind zal draaien, de zon zal schijnen, de trein zal treinen, de auto's rijden, wolken overdrijven. Iemand zal wat liedjes schrijven. Alles wordt gezien. Overal camera's, iPads, iPhones, Google Maps. Lig je in je blote kont op je balkonnetje in het zonnetje, krijg je 2 dagen later een Facebookbericht met een aanbieding linksdragende onderbroeken in precies jouw maat. Wat je doet, wat je schrijft, waar je gaat en verblijft. Hoe je je gedraagt, alles opgetekend, uitgerekend. Wie je bent zou willen zijn, wat je zwijgt, vergeten wil, alles opgetekend, uitgerekend. Yeah.
alles, alles opgetekend. Uitgerekend. Wie je bent zou willen zijn, wat je zwijgt, vergeten wil, alles, alles opgetekend. Ze weten wat er te halen door je te betalen valt ook. Oh, waarom ik van je hou? Uitgerekend juist van jou. Dat ik ook van je ben, is ze bekend. Waarom ik van je hou? In 1955 was ik een mannetje van 10 jaar. Ik ging naar een Montessori school. Dat was onderwijs voor, zeg maar, eigenaardige kinderen. En daar kreeg ik ritmiekles van juffrouw Bos. En aan het eind van zo'n ritmiekles deden we dan altijd stevast een stoelendans. Joepie Joepie is gekomen. En dan zorgde ik er altijd voor dat ik als eerste af was, want die het eerste af was, moest dan voor straf een liedje zingen. Herman van Veen, wat ga jij zingen? Juf, ik ga het zingen van Louis Prima, Bonacera. Je bedoelt van Louis Prima, Bonacera. Ja, juf, Louis Prima, Bonacera. Bonacera, signorina, Bonacera. It is time to say goodnight to Napoli. Though it's hard for us to whisper, bonacera, with that old moon above the Mediterranean Sea. In the morning, signorina, we'll go walking. When the mountains have the sun coming to sound, and by the little shop we'll stop and linger while I buy. Flikkie, pikkie,
Thank you.
tot slot. Je bent mooi, niet mooier. Je bent anders mooi. Je bent lief, niet liever. Je bent anders lief. Je bent zacht, niet zachter. Je bent anders zacht. Je bent wijs, niet wijzer. Je bent anders mooi, lief, zacht, weet. Ik hou van jou en van jou. Ik hou van jou, maar anders. Ik hou van jou en van jou. Ik hou van jou, maar anders. Tu es belle, pas plus belle, autrement belle. Tu es bonne, pas meilleure, autrement bonne. T'es juste, pas plus juste, autrement juste. T'es folle, pas plus folle, autrement belle, bonne, juste folle. Oui, je t'aime, oui, je t'aime, oui, je t'aime, autrement. Oui, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, oui, je t'aime. Je bent wit, niet witter. Je bent anders zwart. Je bent zwart, niet zwarter. Je bent anders wit. Je bent zoet, niet zoeter. Je bent anders zoet. Je bent goed, niet beter, je bent anders, dit zwart goed.